Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag dinsdagochtend, het is nu denk ik 8:30. Ja, ik ben al een uur, nog geen uur, van 8:00 ben ik wakker. Ik heb koppijn en de laatste dagen heb ik dat best veel 's ochtends. Echt hoofdpijn dat ik echt een Dafalgan moet nemen. En dat kwam precies van mijn nek. Dus misschien is er iets met mijn kussen of zo. Is dat niet goed? Ik weet het niet. Ik heb net al ontbeten. Ik ga me nu klaarmaken, want dit moe gezicht heeft wat make-up nodig. Amai. Maar ik ga zo meteen naar de dierenarts met dit klein vrouwtje. Muffin! Muff! Gaan we naar de dierenarts? Ze weet nog van niks. Maar zelfs moet ze in haar pakje. Want ze gaat naar de dierenarts. Milky mag thuis blijven. Milky ligt hier. En Milk, jij moet niet naar de dierenarts. Je hebt geluk. Ja, je hebt geluk, hè. En sinds het leliebloemenincident ga ik niet meer hier een paal naar de dierenarts, maar ga ik terug naar mijn oude dierenarts in Hasselt. Dus dat betekent wel even rijden. Allee ja, 20, 25 minuten. Maar naar Sanimalia, die vertrouw ik ook gewoon het meeste. Dus daar ga ik naartoe met Muffin. En waarom dat ik ga is omdat ik denk dat Muffin nooit gesteriliseerd is. Of niet te goed gesteriliseerd is in elk geval. Want Muffin is zo krols bij momenten, dat is echt niet normaal. Ze is nu, Muffin wordt 4 denk ik. 4 jaar of 3 jaar? 4. 4, want Milky is 7 denk ik. Ja, ik denk dat ze krols is. Dat ze niet gesteriliseerd is omdat hij zo krols is. Die miauwt constant. Heel tijd met haar kont omhoog en dan miauwt hij en dan gaat Milky daarop zitten, zo in de nek bijten. Allee, niet echt opzitten, maar zo in de nek bijten. Ja, dus ik had naar de dierenarts gebeld, want ik was aan het denken van, ja, ik had die natuurlijk van de broodvak en daar zeiden ze, ja, die is gesteriliseerd. Maar ze zeiden daar ook dat er geen zieke dieren waren en die was extreem ziek. Dus de kans dat hij daarover heeft gelogen. Oh, ik heb trouwens iets in mijn oog. Sorry als ik zo aan het vegen ben, maar er zit iets. Maar de kans dat hij dus niet gesteriliseerd is, is groot. En dat hij daarover heeft gelogen, hè. Ja. Dus Muffin gaat zelfs bloed laten trekken. En dan gaan ze in dat bloed zien als er nog bepaalde hormonen zitten. En dan kunnen ze weten als die gesteriliseerd is, ja of nee. Dus dat staat op de planning. Als hij niet gesteriliseerd is of niet te groei, dan gaat dat natuurlijk nog moeten gebeuren. Wat ik wel zielig vind, want hij is al zo wat ouder nu en ik wil mijn katje niet onder narcose. Maar ja, het moet ook wel, want het is ook denk ik vervelend voor haar. En ze heeft dan ook zo harde tepeltjes op haar buik. Dus dat is echt wel heel zielig. En die miauwt echt, die wordt precies zo echt gek. Buh, ik weet niet, ik kan het niet omschrijven, maar ja. Het is wel zielig, dus ik hoop natuurlijk ook dat ze haar goed voelt en dat ze, ja, gesteriliseerd is en niet het gevoel heeft dat ze kinderen kan dragen of schijnzwanger wordt of zo, want dat kan dan ook gebeuren. Dus wish us luck, maar ik ga me eerst klaarmaken. Yeah.
terug thuis. Muffin direct naar Milky. Oh, ik heb een pakje gekregen. Hey, ja! Zo flink, hè? Ja, zo flink dat je bent, dat liefje. Zo flinke mups. Hè? Ja, hè? Ik mocht niet mee bij het bloed trekken. Omdat ik denk, als ik die dan vasthoud en zij trekken bloed, dat je te dicht bij elkaar staat. Dus die mensen die daar werken hebben dat gedaan. Vond ik wel zielig dat ik niet mee mocht, toch garm. Maar ja, oké. Het is goed gegaan, zeiden ze. En ze was heel flink. Dus dat is goed, hè. Normaal. Volgende maandag pas moet ik bellen voor de uitslag. En dan, dan zou ik weten als ze nog hormonen heeft of niet. Allee, een hormoon van dat ze ook nog eierstokken heeft. Dus ik ben. Het is ondertussen al dinsdagavond. Het is bijna 7:30. We hebben net gegeten. We hadden Hello Fresh. Wat was dat vlees? Varkenshaasje. Varkenshaasje met aardbei, balsamico, saus en patatjes en groene boontjes. Dat was wel echt weer super lekker. Ik heb trouwens ook een kortingscode voor jullie en die is Fresh Mangel Loop 40, als ik me niet vergis. Maar ik zal hem hier nog eens in beeld zetten. Dus als jullie graag een box willen bestellen voor de eerste keer, dan kunnen jullie €40 korting krijgen, wat wel heel fijn is. En nu gaan we een spelletje Rummy Cup spelen. Dat is wel zo fijn aan die vroege donkere avondjes. En dan daarna gaan we ons denk ik in de zetel zetten. Oké, okay, we hebben gespeeld en ik ben 2 keren gewonnen. Nee, ik speel nog eens. Nee, ik ben 1 keer gewonnen, de eerste keer. Dat is wel echt nog nooit gebeurd bij Rummy Cup dat ik tegen Niels ben gewonnen. Dus ik was kei blij. En nu de 2e keer ben ik verloren. Ik was zo close, hè. Maar niks ging. Ja. Ik kan eigenlijk wel niet zo heel goed tegen mijn vriendin bij zoiets. Allee, jawel. Ik had gewoon gezegd dat ik die rode mee had getrokken. Maar als ik er zo bijna ben en zo bijna gewonnen ben, dan haat ik dat als ik nog zo net op het laatste verlies. Maar ja. Dat is dikwijls met Rummy Cup, dat je maar 1 boxje nodig hebt voor te winnen. Ja, en de winnaar moet opruimen, hebben we gezegd. Heb jij gezegd? Het is nu al bijna 9:30 en we gaan het slimste mens zien ofzo. Ja, Talisa had 30 minuten nodig om na te denken. Normaal is Rummy Cup mijn klokje. Er zit toch geen klokje in die doos, dus dat is zever, hè. Als Rummy Cup met een klokje is, dan zat er wel een klokje in de doos. Ja, zit er een tijd bij Trivial Pursuit? Ja, zo een draaiertje. Nee, bij Trivial Pursuit, maar wie speelt dat nu? Dat is kei saai. Ken jij het eiland? Ja, dat ken ik. Wat heet Frankie? Ja, Trivial Time. En wat heet je? Ja, die timede, ja, oké. Okay. Maar nee. Wij zijn niet Frankie van het eiland, hè. En dan zijn mevrouw Plotu. Oh, hij doet een klok nou. Oké, peace out voor deze avond. Goedemorgen. Het is, ik ga even de muziek afzetten voor ik auteurs copyrights krijg. Ik ga jullie hierop zetten. Het is, welke dag zijn we zelfs? Donderdag. 5 november, sorry, mijn haar is helemaal uit mijn speld en dood aan het vallen. Het is 9:45 in de ochtend en ik ben al terug van kantoor. We waren heel vroeg op kantoor vandaag. We hebben goed doorgedaan. Dus kijk goed. Ik ga even mijn haar. Of ja, nee, ik doe dat zelfs wel. Maar ik wou jullie even laten zien, want er waren nog wat dingen aangekomen die ik heb besteld. Op Amazon, op amazon.nl denk ik, of amazon.de. De doe ik meestal Duitsland, omdat ze daar meer toffere dingen hebben. Als eerste dat heb ik al uitgepakt. Ik moest zo, ik
knip, ik weet niet of jullie dat goed zien, maar zo'n knipschaar hebben voor mijn lont van Yankee Candle. Ik heb hier toevallig een Yankee Candle staan, maar je moet die lont zo af en toe knippen, want anders dan wordt dat te zwart en te veel rook. Dus dit, ik wou zo'n schaar hebben en die van Yankee Candle zelf kostte zoveel, dus ik heb gewoon random iets genomen. Wacht, de verpakking is hier. Oei, sorry Milk. Candle Accessories Pack. Er staat dus gewoon geen merk op, maar dit is het. Dat, en dan, dit zat er nog in om een kaars uit te doen. Dat moest ik nu niet echt hebben, maar oké. En dit, ik heb geen idee wat dit is, maar ik gok voor uw lont recht te doen of zo. Maar ik moest die schaar hebben en dat was veel goedkoper als ene echte van Yankee Candle. Dus ik dacht, dan pak ik wel dat heel pak. En dan over Yankee Candles gesproken, ik heb ook nog deze besteld. Ik bestel normaal altijd mijn kaarsen op Beauty & Bobs van Yankee Candle. Maar de Christmas Garland hebben ze daar niet. Dus dat is zo... Ja, dit is gewoon kerst. Dit is gewoon kerst in een pot. Ruikt naar dennenbomen met iets zoet en oh, echt zalig. Ik denk ook, als ik moet zeggen wat mijn favoriete geur is bij Yankee Candle, kies ik dit. Maar ja, dat kun je natuurlijk alleen maar bij kerst aandoen. Maar ik heb er denk ik nog dezelfde besteld. Ene. Ik weet al te hard met de tafel. Maar ik gok dat het wel dezelfde was. Ik weet het niet meer zeker, maar normaal gezien wel. Ja, het is dezelfde. Dus ook de Christmas Garland. Oh, dat is echt kerstmis. Maar die hebben ze dus niet bij Beauty & Bobs, maar wel deze. Ze hebben wel de Singing Carols bij Beauty & Bobs. Dat is ook een groene. Maar die ruikt ook echt super lekker. Maar die heeft een iets meer mannelijkere ondertoon. En deze ruiken wat meer iets zoetere ondertoon. Deze meer kruidig, dus dit is iets zoeter. Maar deze hebben ze daar niet, dus die heb ik nog bijbesteld. Want ik plan om heel veel kaarsen aan te doen bij kerst. Dus ja, en ik doe gewoon altijd heel veel kaarsen aan, nu ook. En dan heb ik nog dit besteld. Wat is dit hier, een naaldje? Dit lint voor in een kerstboom, zo'n buffalo print, zwart en wit. En om dat thema door te trekken in het huis, want ik heb zo'n kussens gekocht voor kerst. Dan heb ik dit lint in de boom en ook een paar ballen die zo zijn, niet te veel. En dan, dit zijn keukenhanddoeken, een pak van 6 dacht ik dat dat er zijn. Ik weet het eigenlijk niet. Ah, 5. Nee, 6. Toch 6. En dat is ook zwart met wit geruit. En die vind ik mooi. Ook al bij kerst dan, ik weet niet of je het ziet, maar nu aan de microgolf hangt een zwart met donker zwart en zo grijs geruite handdoek. En daar wil ik deze dan hangen. Plus, dit kan ook nog voor daarna als keukenhanddoek. Dat is niet per se, dat is ook niet kerst. Dit kan altijd. Dus daarom heb ik die gekozen. Dat dat zo daarna nog gebruikt kan worden en no waste of money is. En dan heb ik nog 2 pakjes aangekregen. Ene is sowieso mijn shopping die ik heb besteld. En dit is geen flauw idee wat dit is precies. Ah, oké. Dat is van Niels. Gillette meisjes. En dan als laatste heb ik nog bij Joy de Vibre een jogging besteld. Dat was kei schattige verpakking. Ik kan het niet te goed laten zien, want ziet je mijn adres. Maar het is wit met zwarte ruitjes. Oh, jee. En dan heb ik deze super toffe set besteld. Dit is de pul, het roze en paars. En dit is de broek. En ik ga dat sowieso samen dragen in huis. Maar ik denk ook wel dat ik dat apart ga dragen. En dat is van Joy de Vivre. Dus een heel lief meisje trouwens ook, Magali. Die het winkel, de webshop heeft. En ik vond deze echt zo tof voor thuis te chillen. Dus ik dacht, ik doe het. Ik bestel hem. Dus ja, dat waren mijn pakjes. Maar je moet dat nu zien liggen. Wat een rommel.
Ondertussen is het vrijdagavond alweer. Tijd is zo snel gegaan deze week, echt niet normaal. En we hebben pasta vongolese besteld bij Il Mondo. Dat is een zaak hier in Paal. Zoals je van Beringen, Paal of omstreken zijt, ideaal om daar eens te gaan. Want ze hebben echt super lekker eten. En ook weer een van mijn favoriete vongolese. Dus ja, ik kon het niet laten om pasta vongolese te bestellen vandaag. Want daar heb ik echt goesting in. Oei, ik zit hier te smaken. Even mijn pittenkassen opwarmen. Oh, dat is altijd zo lekker. En ik heb trouwens een nieuw comfy huispak aan. Ik weet niet of je het goed ziet. Zo cargo zakken precies opzij. En dat is van de Hunkemuller. En dit is echt zo zacht. Echt niet normaal. Heeft dat eigenlijk een kap? Ah ja. Ik heb dat nog niet eens gezien. Maar dus heeft een kap. Zo'n muisgrijs. En echt super zacht. Dus ideaal. Het is vrijdagavond, dus dat betekent ook... Oh, ik ben zo onscherp. Mijn camera stelt niet meer zo goed scherp de laatste tijd. Maar dat betekent tijd voor wijn. Ik probeer door de week niet meer te drinken. Allee, ik moet zeggen, deze week heb ik woensdag wel een glaasje wijn gedronken. Dus het is oké. Oei, dat is zo vies, dat glas. Oei, dan ga ik een... de vaatwasser zetten, want dat is precies niet te goed uitgewassen. Ah, dit heeft dat precies ook een beetje. Alleen nu? Komt dat? Deze heeft dat niet. Kijk, die zijn zo vuil, een beetje precies. Allee, zo ouder was Santa, maar precies. En dus wat ik wou zeggen, is dat ik door de week probeer hem niet te drinken, maar dat ik deze woensdag wel heb gedronken. Allee, één glaasje, een klein beetje roséwijn. Maar in het weekend is het tijd voor een glas volle wijn. Zeker bij pasta. Zo lekker. En deze had ik trouwens gratis gekregen in de Albert Heijn. Die gaven die mee, want ik dacht oké. Okay. Rode wijn moet je wel voor zijn. Ik vind het wel lekker. Trouwens, ik heb al mijn krullen naar dezelfde kant gekruld. Aan deze kant niet hier van boven, maar hier wel. Omdat ik was niet echt aan het nadenken toen ik aan het krullen was. En ik heb die allemaal naar dezelfde kant gedaan. Dus die gaan allemaal zo in de worst nu, zoals je kunt zien. Dus daarom krul ik mijn krullen altijd ene naar die kant, ene naar de andere kant, ene terug naar die kant, ene terug naar die kant. Zodat dit niet gebeurt, want dat vind ik niet mooi. Dat is wel stom. En je kunt die wel zo uit elkaar trekken, maar zelfs zitten die toch terug in elkaar. Oké, ik wacht op Niels, die is het eten gaan afhalen bij Il Mondo. En dan gaan we lekker eten. We gaan voor de tv eten vanavond, dus super veel zin in. Onze vongolees aangekomen, yummy. Ik heb vongolee met witte wijn en looksaus. En Niels heeft vongolee met tomatensaus. Woep, 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 woep. Gaat lekker zijn, hè? En we hebben ook nog een dessertje. Dat is een verrassing. Ja, super. Kijk er al naar uit. Yummy! Oké, onze eten, onze vongolee is op. Niels is natuurlijk weer op zijn GSM FIFA aan het doen. Wow. En we hebben ook nog dessert. Wanneer gaan we dat eten? Binnen een uurtje of zo? Uurtje? Het is al kwart voor negen. Ik denk nog dat dat heel lekker gaat zijn. Ja, ik denk ook dat dat heel lekker gaat zijn. Maar klinkt we moeten heel dat goed. Wel even terug in de micro steken, denk ik. Ja. Want dat wel echt een warm gerecht. Allee, ja, warm dessert. Het is een gekarameliseerde pannenkoek of zo. Ja, met bruinensuiker. Met ananas en walnoten. Ja. Ook met honing, dacht ik. Ah, maar het ik ben is niet een, 100% zeker. Het is een nieuw probeersel gerecht van Il Mondo. Dus we zijn een van de eerste die dat mogen testen en proeven. Dus ik ben ook heel benieuwd. Maar het zag er al sinds heel lekker uit, vond ik. Ja, ik ben benieuwd. Maar ja, we gaan misschien toch nog wel een half uur wachten, niet? Ja. Of drie kwartier om 9:30 of zo.
Ja. We gaan trouwens The Masked Singer kijken. We hebben dat eigenlijk helemaal niet gevolgd, dat programma. Maar we zijn wel benieuwd wie dat nu die drie nog zijn in de finale. Want ik heb wel zo wat gevolgd wie dat wie was als het masker afging. Je moet me bijpraten, hè? Dus ja? Die gaan alle drie vandaag ontmaskerd worden, of ja, ja. Er zit nog de duiker, de wolf en de koningin. Ja. Die gaan alle drie ontmaskerd worden. Het is de finale en één iemand wint die finale. Dus ja, spannend. Ik ben benieuwd. En ook Niels zijn mama en stiefpapa kijken dat altijd. En Niels zijn stiefbroer en zo. Dus die zijn daar altijd over bezig in de groep. Dus ik wou het echt wel eens heel graag zien wie wie is. Ja, in de WhatsApp groep, dat bedoel ik, hè. Wat zei ik? In de groep, maar ja, die mensen weten ja, niet de groep. Ja, de WhatsApp groep. Oké, we zitten ondertussen aan het dessert. We hebben pannenkoek met ananas, gekarameliseerde pannenkoek en okkernoten en karamel of zo. Walnoten. Wel, is dat niet hetzelfde? Dat is hetzelfde, denk ik, hè? Ja. Ik denk dat wel. Maar ik ging net mijn schmink eraf doen, dus ik heb al de helft hier eraf gedaan. En we zijn nog altijd de Masked Singer aan het kijken. We hebben trouwens Celine en Nick, ik ga jullie even hierop zetten, ook overtuigd om mee te kijken naar de laatste aflevering. Dus Celine en ik zijn zo heel de tijd aan het sturen. Wie denkt jij dat het is? Wie denkt jij dat dit is? We hebben tot nu toe Kevin Janssens als de wolf. En had ik al gezegd wie de duiker was? Weet jij het? Nee, dat gaan we nu zien. Ah ja, ik weet het al. Ik heb het net gezien. Oké, het is nu... Hoe laat is het, babe? 11? Kwart voor 11, zie ik. We hebben de Masked Singer gezien. Voor wie het nog niet gezien heeft, even niet kijken. Maar Sandra Kim is gewonnen. Wat wel, die hadden we wel gedacht, hè? We dachten Loredana of Sandra Kim. En dan Gio hadden we niet geraden en Kevin Janssens hadden we ook echt niet geraden. Want ja, wij dachten... Ik twijfelde tussen Kevin Janssens en James. Ja, ik dacht James. Dus, maar het was niet James. Nou, ik vond het wel een tof programma eigenlijk. Ja, het laatste toch? Ja, voor één aflevering te zien. Maar we gaan nu slapen. Ik ga ook hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie deze vlog van een paar dagen, denk ik, dat ik heb gevlogd. Leuk, dus zeker... Thumbs up! Wat, niet zo, hè, maar zo. Ja, goed zo, schatje. Zo. En dan zien we jullie... Snel weer!